Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe les van Dynamic Activities. Wij hebben er heel veel zin in en we hopen jij ook. Als je er klaar voor bent, kunnen we beginnen. Doe je mee? Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Juf Dundu. Vandaag gaan we samen met jou een mooie appelboom maken. We mogen zo meteen met onze vingers in het verf. En dat is super leuk. Nou, ik wil heel graag al beginnen, want ik heb er super veel zin in. Ik denk jij ook, hè? Zullen we eerst kijken wat we daarbij nodig hebben? We hebben daarbij nodig een bakje met water. Waterverf. Een bruine stift. En een wit blaadje. Wat we als eerst gaan doen, is we gaan op onze wit blaadje een boom tekenen. Met takken. Nou, je mag zelf weten hoe je je boom natuurlijk tekent, want je hebt verschillende soorten bomen. Ik begin even zo. Een takje. Hier ook een takje. En dan maak ik hier nog een takje aan, zo. Kijk eens, mijn boom ziet er zo uit. Met heel veel takjes, want dan kan ik heel veel bomen gaan maken. Die hebben we zo meteen nodig, want we gaan onze appelstelen ook weer bruin maken. Wat we nu gaan doen, is met onze vinger gaan we als eerst in water. En vervolgens in ons groene verf. Zo. Dan maak je vinger maar lekker helemaal groen. Nu kunnen we appels gaan stempelen. Wat we gaan doen is... Bij ieder tak gaan we een appeltje stempelen. Maak maar lekker grote en kleine appels. Even wat water. Mijn verf kun je eruit halen, dus ik heb mijn verf ook even in mijn hand. Zo. Maar ik denk dat ik genoeg appels heb. Eentje dan, die doe ik dan weer. Zo. We hebben ook een doekje nodig om onze vinger af te vegen natuurlijk. Zo. Nou, wat we nu gaan doen, is we hebben hier appels getekend. En we laten het heel even drogen. Want als we er met een stift overheen gaan, worden onze appels misvormd. En dat willen we niet, hè? Dus laten we het even drogen. Zo, mijn blaadje is al droog. Dus ik kan nu beginnen om mijn appelstelen te maken. Nou, weet je nog hoe een appelsteel eruit ziet? Ja, het is zo'n hele dunne steel, hè? Nou, boven jouw blaadje kun je appelsteeltjes maken. Kijk maar, zo zien mijn appelstelen eruit. Maak op al je appels een appelsteel, want alle appels hebben natuurlijk een appelsteel, want anders kunnen ze niet in de boom blijven hangen, hè? Zo. Mijn appels hebben een appelsteel. Wat ik nu nog kan doen, is mijn boom inkleuren. Maar ik vind mijn boom zo ook goed, dus ik houd me zo. Ik hoop dat je het leuk vond om samen met mij een appelboom te maken, want ik vond het super leuk om samen met jou een appelboom te maken. Tot de volgende video. Dag! Dit was het weer voor vandaag. Leuk dat je erbij was. Doe je de volgende les weer mee? Graag tot dan!